wat is dan de som? Denkbuur, denkstappers. Op deze school werken we met bijna 20 mensen. En daardoor kun je de taken die je hebt als school, dat zijn er ook zo'n 20 per schooljaar. De feestjes, Sinterklaas, Kerst, de kinderboekenweek die er bijna aankomt, kun je onder meer mensen verdelen. Op een kleine school is dat lastiger, want daar ben je maar met 5 of 6 collega's en je moet ook die 20 taken doen. Normaal gesproken kan je in een grote school een groep 8 draaien. En nu zit je ook nog met je 7 groep. Dus dan is het lastiger, want je wil ook 7 goed les geven, maar ook de groep 8. En dat komt dan dubbel, dus je moet echt een hele strakke planning hebben om dat toch wel voor elkaar proberen te krijgen. Zij is de hele tijd bezig en dan hebben ze geen tijd voor. Ja, dan is je heel erg druk en dan loopt ze de hele tijd heen en weer. En dan? Even je stoel aanschuiven. Ik help met begeleiden bij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast loop ik pleinwacht. De telefoon neem ik aan, bijvoorbeeld voor ziekmeldingen. Ik ben een beetje de vliegende kiep van de school. De druk is vooral ook voelbaar vanuit het ministerie, de inspectie die toch allerlei eisen heeft. De ouders die steeds hogere verwachtingen hebben. Het begint op te lopen en er moet wel iets gebeuren om in de toekomst te voorkomen dat mensen echt afhaken.